Ja, welkom bij onze Liebherr-boerderij hier in Aecht. We zijn hier op de Kloosterboerderij, een van onze bedrijfslocaties. En we maken hier gebruik van een systeem om mest te scheiden bij de bron. Op deze locatie hebben we gekozen voor een mestband, waar we dus urine en feces kunnen scheiden. De reden dat we dat doen is onder andere voor emissiebeperkingen, maar ook voor het verbeteren van het stalklimaat. Emissiebeperkingen heeft dan gevolgen voor de milieueffecten. Hier zijn de roosters, zeg maar, waar de varkens op kunnen mesten. Ze trappen dan de mest door de rooster. En onder de rooster zit dan een brievenbus nog. En hier kunnen we dus mest en strooisel onder de rooster schuiven. En ook kunnen de varkens, zeg maar, zelf het afgewerkte broedmaterialen eronder schuiven, zeg maar. En dat wordt dan met de mestband uit de stal getransporteerd. Ja, de reden dat we voor dit systeem gekozen hebben is dat we ook gebruik maken van strooisel. En het in normale drijfmestsystemen moeilijk is om strooisel uit stallen te halen. Ja, op andere locaties zijn we ook bezig met bijvoorbeeld mestschuiven. Maar het principe is, zeg maar, hetzelfde als hier. We staan hier aan de achterkant van de stal. En hier is het uiteinde van de V-vormige mestband. De band staat onder afschot naar de achterkant van de stal. En we kunnen dus hier de urine opvangen in deze opvangput. En van hieruit kunnen we hem dus naar de opslag pompen. Dus dit is de ene fractie van de mestscheiding, de urine. We staan hier aan de voorzijde van de stal, waar dus de feces uit de stal gedraaid komt met het strooisel. Een aantal keren per dag draaien we hier dus de mest met het strooisel af. Wat we dus naar de opslag transporteren. Hier hebben we de opslag van de vaste mest. En voor de toekomst willen we dit ook gaan overkappen om daarmee de emissie uit de opslag te beperken. Het voordeel van mestscheiden bij de bron is dat je dus uiteindelijk twee stromen hebt. Een vaste meststroom en urine. En die verschillende meststromen kunnen we dus gebruiken in het akkerbouwbedrijf bij verschillende teelten. En daarmee kunnen we dus de mineralen op het juiste moment en bij de verschillende teelten toepassen.